Dit is een algemene legging. Voor wie het nodig heeft. Betrokkenheid. En langzaam maar zeker. Langzaam maar zeker. Zijn er wat dingen aan het veranderen? Iemand in jouw leven raakt meer en meer betrokken. Raakt meer en meer gehecht aan jou. Leert jou beter kennen misschien. En vindt het leuk wat hij of zij ziet van jou. Koning van zwaarden. Keizerin. En de pentakels 5. Ik denk dat dit iemand is die zich een beetje op de vlakte heeft gehouden. Dus een beetje afzijdig heeft gehouden, een beetje koeltjes is geweest. Maar deze persoon die bewondert jou heel erg. Om hoe je in het leven staat, om wat je allemaal doet, wat je durft, hoe jij je leven leeft. Dat is iets waar deze persoon jou heel erg om bewondert. En ook al wordt het niet uitgesproken, die bewondering en ja, aanbidding is het bijna, die is er zeker. En daar, precies daarin gaan wat dingen veranderen. Ik denk dat de gesprekken tussen jullie, de aard van de gesprekken, gaan veranderen. Er komt meer gevoel bij kijken. Er kan meer gegeven worden. Vooral van de kant van de andere persoon. Transformatie. En die ommekeer, die is er bijna. Die komt eraan. Deze persoon realiseert zich wat jij waard bent. Er is heel veel liefde wat diegene voor jou voelt. En ja, dat contact tussen jullie gaat veranderen.
Deze persoon is aan het wakker worden. Aan het wakker worden, ja. Aan het inzien wat deze connectie eigenlijk betekent. En er komt communicatie aan daarover. Ik denk dat deze persoon, nou ja, jou inziet wat je voor hem of haar betekent. En die communicatie die komt eraan. Hij of zij gaat het je vertellen. Zij is zijn of haar hart aan het openen. Er komt een doorbraak aan. Daar waar het stil was, komt er contact. En ja, die barrière die wordt doorgebroken. Dus er wordt een bepaalde grens overschreden. We hebben de geliefde, de zegenwagen. Dus het succes komt eraan. Dit is jouw soulmate, jouw misschien zelfs een tweelingziel met de geliefde. En het succes komt eraan, die overwinning komt eraan. De ster en de maan. Dus datgene wat verborgen was, dat komt naar boven. Die gevoelens, misschien heeft deze persoon die zelfs voor zichzelf verborgen gehouden. Maar dat gaat niet meer, omdat diegene wakker is geworden. Dus ja, die gevoelens die komen hoe dan ook naar buiten, naar boven. En die moeten eruit. En het is eigenlijk voor deze persoon ook een hele schok geweest om dat te ontdekken. Want alles in het leven van deze persoon was eigenlijk best wel makkelijk. Die ging overal gewoon tussendoor. Er gebeurden niet veel bijzondere dingen, maar nou ja, je leeft gewoon een rustig leven. Maar waar hij of zij achter komt, is dat sinds jij in zijn of haar leven komt, gebeuren er dus wel allemaal bijzondere dingen. En dat is iets waardoor diegene zoveel meer van het leven geniet. En dat zet tegelijkertijd het hele leven op zijn kop. Dus het is iemand die vast zat en nu loskomt. En vastzitten, ja, dat kan natuurlijk op meerdere manieren. Maar misschien dat hij of zij al in een relatie zat, daar vast in zat of gewoon vast zat in een bepaalde routine in het leven, waarin alles, nou ja, gewoon helemaal rustig was, in balans. Maar er gebeurde niks. Saai eigenlijk. En precies, ja, eigenlijk door jou te ontmoeten en door die relatie met jou aan te gaan, elkaar beter te leren kennen en te zien hoe jij in het leven staat, heeft dat de ogen geopend. En daar komen die veranderingen vandaan. En nu worden er beslissingen gemaakt. Dus de dingen gaan veranderen. Hij of zij weet wat
hij of zij wil voor de toekomst. En dat ben jij. En dat leven zoals jij dat leeft. En er gaat beweging in komen. Verbetering. Er wordt gebouwd, gegroeid. Het wachten is voorbij. En je kunt vooruit naar de toekomst. Met deze persoon. Want dat is wat er hier gebeurt. Ik denk dat je het goede voorbeeld hebt gegeven van hoe je dingen kunt doen. En door te zien hoe het ook kan en dat het werkt, durft hij of zij die stappen te zetten. Vierde verschillen en hoop en geluk. Dus die verschillen die er zijn tussen jullie, ja, vier die, je kunt van elkaar leren. Kijk wat deze persoon van jou leert. Dat werkt andersom ook, hè. Aan de andere kant kan hij of zij jou misschien weer wat meer gegrond houden. En je meer andere dingen leren en laten inzien. Maar jullie hoop en geluk ligt bij elkaar. Dus er komt een hele mooie periode aan voor jullie. En waarin jullie veel van elkaar gaan leren. Gaan groeien. Dus er komen hele mooie veranderingen aan voor jullie allebei. En ja, het belangrijkste is dat hij of zij naar jou toe komt. En je dit allemaal gaat vertellen. Jezelf gaat bedanken voor wat je hem of haar hebt laten inzien. Hoe fijn het leven kan zijn. En niet gewoon, maar je nou ja, tijd uitzitten, hè, om maar zo te zeggen. Dus, ja. Oké. Ik ga met deze legging verder in de verlenging. Ik zet de link daarvoor in de beschrijving onder de video. Dus misschien zie ik je daar. En zo niet, ook helemaal goed. En dan zie ik je de volgende keer weer. Oké, dag.